Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe Formule 2 carrière aflevering video. En vandaag zijn we aangekomen in het mooie Monaco, het zelfstandige stadje in Frankrijk. En we zijn aangekomen in de haven van Monaco, de duurste haven ter wereld, waar de duurste jachten ter wereld liggen. Q1, of ja, geen Q1, we hebben natuurlijk maar 30 minuten kwalificatie, kleine touché met de muur. Maar we zijn gewoon snel in Monaco. Monaco is gewoon een lekker baantje. Daar gaan we altijd snel. En we springen ook naar de snelste tijd. En we kunnen maar één tijd neerzetten. Maar we hebben wel die pole position. Dat is 4 punten voor ons in de pocket. Onze teamgenoot staat er weer niet goed bij. Weer op die 18e plek. Maar het is geglitst. Results groep A en groep B. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar er is iets gedaan. Je ziet het hier, Nicolas Latifi staat boven Mick Schumacher. Maar dat kan helemaal niet, want die is langzamer. Maar goed, daar komen we nu ook achter, ziet het. Elk teammate zit bij één groep. Ik weet niet of het een glitch is of dat Monaco is. Maar in ieder geval, voor ons maakt het niet uit. We starten gewoon op die P1. Dat is gewoon fijn op de supersoft dus. Dan gaan we naar Monaco. Monaco, Formula 2 has been welcomed back to this most famous of race locations. As the engineers make their last inspection of the cars, let's take a look at today's grid order for the race. Nyck de Vries starts from pole position, and it's Sergio Sete Câmara in P2. Looking down the rest of the grid, we have Giotto, Aitken, Nicholas Latifi, and Schumacher, King, Joe, Matsushita, Antoine Hubert, Boccalacci, Delatraz, Juan Manuel Correa, and Boschong, Galeo, Ailot, Alesi, and Nikita Mazepin, Calderon, Mahavir Raghavan. En de rode lampen zijn uit en hebben we dan een goede start? Nee, we hebben weer een echte poepstart. En ook hier Giotto aan de zijkant, maar die hebben we dan wel. Maar we hebben dus een plekje verloren aan mijn rivaal Sete Câmara. Staat tweede in het kampioenschap, Sete Câmara. 21 laps te rijden hier in Monaco. Maar natuurlijk ook nog een sprintrace op het einde. Maar we zijn benieuwd vanaf welke positie we kunnen gaan starten en welke positie we gaan eindigen deze race. Meteen rondje nummer 2 zit de achterzette Camara. We kunnen er rijden wat naartoe. We zijn ook sneller. De pace zit er lekker in. We zijn gewoon heel snel op Monaco. Dat is gewoon zeker. Alleen, ja, die starts die zijn gewoon niet zo goed. Van die Formule 2 auto's. En dat is wel een klein probleempje. Maar Formule 2 auto, ja, ze rijden anders dan Formule 1 auto's. Maar ze rijden niet veel slechter, vind ik. Ik vind ze gewoon lekker rijden. Dat terzijde. We proberen natuurlijk aan te sluiten bij Sete Câmara. En we lopen wat uit op Giotto. Dus die tweede plek lijkt op dit moment veilig als we geen fouten maken natuurlijk. Want ja, één keer het muurtje aantikken en je band zou er af kunnen zijn. Hier nemen we deze bochten een stuk beter dan Camara. Er zit wel te kijken. Hier kan het niet. Hier sluiten we aan achter Sete Câmara. We rijden naartoe. En hier hebben we dan, kijk aan de buitenkant. En dat gaat niet. Ja, dat gaat wel. Het zit aan de buitenkant. Maar dan heeft hij hier de binnenkant. En zijn we er niet voorbij. In rondje nummer 3 inmiddels. Achter Sete Câmara. Je ziet het heel dicht achter. Hij verremt zich. Klein foutje. Kijken of we hier in een gat kunnen duiken. Ook hier blijven we erachter. Ook Giotto kon nu aansluiten. Want ja, Sete Câmara niet de pace heeft die wij en Giotto hebben. En zo sluiten wij aan. Ook Giotto die ligt voor ons aan. Rondje, ja, verder rondje nummer 3. Uit de tunnel zijn we gekomen. Dan zitten we in de laatste sector. We zitten er heel dicht achter. Je ziet het hier, kleine touché. En dan gaan we hier uiteindelijk buitenom. Of nee, kruisen we achterlangs, sorry. En dan zetten we hem ernaast. En dan zijn we voorbij voor de eerste plek. En voorbij aan Sete Câmara in rondje nummer 3. Er zit inmiddels rondje nummer 6. Het gat naar Sete Câmara is groot. En zonder fouten winnen we deze race eigenlijk vrij eenvoudig. Ook hier, rondje nummer 7. Dit rondje gaan we de pits in. Dan gaan we naar die softband, denk ik. Dan was het medium. In ieder geval, we gaan de pitstop maken. Hier duiken we de pits in.
En dan zet de Camara. Jot, we gaan nog een rondje door. En we gaan daar inderdaad naar de stofband. En dan komen we op de 11e plek terecht achter de Nederlander Raghuan. Wacht even hoor. Raghuanathan. En Kuiper er naartoe. We zijn natuurlijk sneller. Zet de Camara achter ons. We kijken hier. Hier kunnen we hem niet inhalen. Dus we blijven erachter. Maar je ziet hoeveel meer grip we hebben. Hoe sneller. We zijn veel sneller dan de Nederlander. En dan zetten we hem hier ernaast. Kleine touché. Gaat allemaal clean eigenlijk. Beetje wheelbangen, et cetera. Maar we zijn er voorbij voor P10. En ook hier vallen we dan. Ja, we gaan weer terugvallen naar de eerste plek. En rondje nummer 10, ja, dan zie je het. Rondje nummer 11 zijn we ingegaan. En ja, we rijden op Zette Camara 3,6 seconden voor. We zitten in rondje nummer 12. Dat gat is alleen maar groter geworden. En we rijden, je ziet het ook clean, de rondjes. Eigenlijk goed, en dan zie je dat we opeens springen naar rondje nummer 21. De laatste ronde van de race. En het gat is ontiegelijk groot en dan, ja, dan zijn we er. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Winnen weer een race in de Formule 1. Formule 2, sorry. Formule 2. En we winnen met Nick de Vries. En het gat is uiteindelijk 13,8 seconden. We zijn ook 1,1 seconden sneller dan Zeta Camara. Ja, Monaco vind ik gewoon een heel fijn circuitje om te rijden. En zo zijn we dus uiteindelijk eerste geworden. Het gat naar Zeta Camara in het kampioenschap is nu 19 punten. Dat is dus de voorsprong die we hebben. Maar we hebben ook nog een sprintrace. Starten vanaf P8. En we hebben natuurlijk die starts. Die starts zijn niet nooit geweldig. En nu is die start ook niet geweldig. Verliezen we één plek aan Marshuita. Maar dan zitten we hier aan de binnenkant, kleine touché. En dan zijn we er, ja, één plekje verloren bij de start. Net als bij de feature race. En nu kijken we aan de binnenkant. Uiteindelijk denken we, doen we maar toch niet voor de zekerheid. Dadelijk worden we de muur ingebeukt. Maar je ziet de sprintrace, dat gaat iets minder makkelijk. Hier kijken we wel aan de binnenkant. Dan zijn we er wel voorbij. En ook hier kijken we ernaast bij Kyoto. En dan zijn we er voorbij. En liggen we op de 7e plek. En hebben op dit moment 2 punten, maar Kyoto komt terug. Maar we remmen nu iets later in. Ja, dan halen we de bocht eigenlijk niet. Maar mag het van de wedstrijdleiding. En zo liggen we op de 7e plek achter Zeta Camara. Eigenlijk moeten we boven Zeta Camara eindigen en dan... is er niks aan de hand bij de sprintrace. Rondje nummer 2. We rijden achter de Camara. En we rijden er naartoe. En je ziet hier. Mag het weer een klein beetje afgesneden. Maar daar hebben we wel een betere exit naar deze bocht. En we zitten er nog steeds achter. En kijken we dan nu via... de bocht waar we Zeta Camara in tijdens de race ook in haalden, dan kijken ze nu wel achterlangs. Doen we het nu hetzelfde. We doen nu precies hetzelfde als bij de normale race. Een geweldige inactie. En hier gaat het grondig mis. Gruwelijk fout. Ja, zie je, we liggen op de 20e plek. En zo moeten we terugklimmen naar boven. Maar ja, we hebben nog 5 rondjes. Zet de Camara, dat zien we dan, die is out of the race. En dat is onze concurrent. We maken het eigenlijk niet uit hoeveelste we gaan eindigen in deze race. Want Camara loopt geen punten in. En dan liggen we rondje nummer 5 achter op de Nederlander alweer. Nu dus op de 19e plek. We moeten dus veel plezier goed maken. Willen wij nog een punten gaan halen, dan moeten we die top 8 eindigen. Hier een kleine touché. Maar we moeten er zo snel mogelijk voorbij. We gaan er hier niet voorbij. Hier sluiten we aan. Hebben we, je ziet het ook, veel meer grip. We kunnen beter insturen. En dan zetten we hem hier er nog niet naast.
Hebben we hier wel een betere exit? Gaan we dan weer buitenom doen? Doen we het nu wel buitenom? Ja, we doen het buitenom. En zo liggen we nu achter Tatiana Calderon en liggen op de 18e plek. Nou komt de sprintrace eigenlijk echt pas tot leven. Inhaalacties zijn geblazen. En dan kijken we hier aan de binnenkant. Een kleine touché en we zijn bijna de auto kwijt. Maar we liggen nog op die 18e plek. Nederland kijkt wel achter ons. Het begint nu al wat leuker te worden en wat spectaculair. Dus eigenlijk door een fout van onszelf sneden die bocht iets te vroeg in. Waardoor we eigenlijk... Ja, dan kijk hier aan de binnenkant raken we bijna. Tatiana Calderon, zitten we hier heel dicht. Geven alle iedereen ruimte. Dit achter Nicky Mazepin, achter onze teamgenoot. Ja, de touché en dan gaan we die hier heel close voorbij. Zitten we einde van rondje nummer 6 met tegen Callum Islet. Die houdt ons de muur in. Er is geen ruimte hier. Proberen we dan weer achterlangs kruisen. Proberen we laten remmen. De dijbom, als we iets minder hard hadden ingeremd, waren onze voorvleugel kwijtgereden. Of onze band zelfs. Rondje nummer 7 zitten we weer in de herpin. En dan zijn we Gelaya al ook voorbij. En liggen we op P14. In de 1 na laatste ronde van de race. Achter Boschoen. We hebben de snelste raceronde nog steeds in handen. Maar we moeten dus in die top 8 winnen. Als je willen we die punten krijgen. Maar je ziet het ook weer. We lopen hier zo hard op in. En kunnen we dan opnieuw een aanval plegen bij Boschoen. En daarna voorrijdt Alesi. Dat kan, dat kan. Kleine touché. Gaan we dan weer hetzelfde punt doen in Raskas. Gaan we het dan weer in Raskas doen. We doen het weer in Raskas. Kijken we ook bij Alesi. Kruisen we daar achterlangs. Proberen we achterlangs kruisen. Blijven we erachter. Proberen we een goede exit te hebben. Die hebben we. We hebben een goede exit. Maar die heeft Alesi ook. En zo liggen we op P13. Maar we gaan niet aanremmen. En zijn we dan voorbij aan Alesi. Ja, we zijn voorbij aan Alesi. En zo moeten we nog 4 plekken goed maken. In de laatste ronde van de race. Rij achter Boccolacci. En dan kijken we hier aan de binnenkant ook bij Juan Manuel Correa liggen op P10. We kunnen hier veel later remmen. En zo moeten we nog 2 posities pakken. Achterrij achter Deletra en Antoine Hubert. Die moeten we nog inhalen. Dan hebben we die punten. In de sprintrace. Een hele leuke sprintrace. Kijken we hier aan de binnenkant bij Deletra remmen heel laat. Maar we zijn daar voorbij. We moeten alleen nog Hubert pakken. En dan hebben we die 8e plek en die punten dus. We zitten er heel nog achter. Zoer wint de race. En hier touché en dan zijn we hier onze band kwijt. Je ziet in de herhaling kleine hele zachte touché, maar we zijn onze band kwijt. En zo vallen we uit in de laatste ronde, wat echt zonde is. Want we hadden hier bijna de snelste raceronde. We hadden de snelste raceronde hadden we in handen. Maar die behouden we dus niet. En we horen dus 19e. Camara valt ook uit. En zo zet de camera niet op ons in. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Zeker duimpje omhoog. Dat zou super tof zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Check ook mijn YouTube kanaal natuurlijk. Ook komen veel live video's aan. En ik zeg... Joejoe!